Dus de première is morgen, dus u bent de eerste die dit nieuwe stuk van Transparant en Lab, onze jong huisgezelschap, gaat meemaken. En deze avond organiseren wij in samenwerking met Fedora. Fedora is een organisatie die in Europa jong talent steunt. U zit in de kou, maar de voorstelling zal u hopelijk heel warm maken. Laten bezinken, want ik vond het eigenlijk wel een heel leuk stuk, maar het waren zo heel veel verschillende prikkels op u afkwamen. Daarmee dat ik zo, ja, maar ik was wel eigenlijk heel positief, ja, zeker wel. Ja, het is een soort duisternis die ze oproepen, die heel veel suggestie ook geeft, dus je kunt er van alles in lezen, maar er is toch één laag van kwartet, namelijk een soort destructieve liefde die naar boven komt. Ik denk dat het mijn eerste muziektheatervoorstelling ooit was en heeft toch wel veel indruk op mij gemaakt. Eigenlijk zou ik het denk ik nog een tweede keer willen zien. Ik zou de voorstelling met één term omschrijven als een soort muzikale duisternis. Dat zou ik zeggen.